tegen de gewoonte in behandelen we vandaag maar één wedstrijd. Stond daar Anderlecht of had u soms Brussels Moeskroen gedacht? Een kwartier is bijzonder lang dit maandagse eerbetoon hebben de Roesjes dus echt wel verdiend. Standaar Anderlecht begint met dit spandoek. Heren, Standaar loopt nu al 25 jaar achter glorie aan. Vandaag hebben jullie 90 minuten om een exploit te realiseren. En dan de tunnel. Standaar staat al te trappelen van ongeduld. En dan komt Paarswit. Let op, Jelle van Damme. Een stevige maar waarderende tik tegen het hoofd van de aanvoerder van Standaar. Zo hebben we onze voetballers graag. Allez, les gars, c'est pour nous! Allez, let's go! Allez, putain! Allez, couille là, putain! De ex-gouden schoen applaudisseert voor de nieuwe gouden schoen en pijnigt zijn hersens om zich te herinneren wie hem die een jaar geleden ook weer overhandigde. We spelen 20 seconden, heel veel druk op de bal en Frutos die denkt, ik pas even achter mijn steunbeen, wat deerlijk mislukt. 6 minuten later probeert Frutos een soort Aurelio uit. Het is geen perfecte uitvoering, maar bijna was hij ermee voorbij Marcos geglipt. Voor technische hoogstandjes in de eerste helft moesten we bij Boussoufa zijn, auteur van een hele sterke eerste 45 minuten. Even dolle heet zoiets. Maar dan komt Fellaini. En ook hier, dit wordt een stilaan klassieke beweging van Boussoufa. Even met de rug naar de tegenstander, wegdraaien, terug en dan de voorzet. Geen echt goeie deze keer. Even terug naar het wedstrijdbegin. Dit is het eerste duel tussen Jovanovic en Jelle van Damme. Een stevige tackle, maar op de bal en dus correct. Halfweg de eerste helft gebeurt dit. Witsel stuurt Jovanovic weg. Van Damme moet alweer in de tackle. Jovanovic blijft hier wonderwel overeind. Hij die volgens sommigen de koning der Schwalbes zou zijn. Let op de opwaartse beweging van de voet van Van Damme. Als Jovanovic hier gaat liggen, krijgt Jelle Van Damme altijd rood. Van Damme, die we in de tweede helft terugzien bij De Voer, de man van dit tikje, weet u nog? Bal iets te ver weg en dan de tackle met gestrekt been. De liplezer is formeel. Dat klopt, maar dan nog is het geel terecht. Van Damme, die zich trouwens niet neerlegt bij de nederlaag en nog gaat opboksen tegen Onyewu, of all people. Fout gefloten en dan even gebarentaal tussen de twee kemphanen. Maar ook dit is Jelle van Damme. Als Steven De Voer naar de kant gaat voor zijn applauswissel, krijgt hij ook deze grote hand toegestoken. Jawel, het is die van Jelle van Damme. Over De Voer gesproken, hij schrok zich in de eerste helft rot toen hij bij deze hoekschop werd afgevlagd voor buitenspel. En toch was dit vlagsignaal correct, geen mensen aan de paal, dus staat de hoekschopnemer in dit geval offside. De bal aanraken is genoeg, de bal hoeft geen voorwaartse beweging te maken. De scheidsrechter gaat het uitleggen aan Steven De Voer, Milan Jovanovic snapt er geen jota van en kijkt nog altijd verongelijkt. Nog een stilstaande fase van Standaar die ons deed glimlachen. Foutje van Biglia op Jovanovic. Sar komt afgewandeld, geeft de vrijschop naar Dante, maar die voelt de druk van Boussoufa en legt vlug zijn hand op de bal. Dat is handig. En zo zitten we bij Reginald Goreux. Die wist in de eerste helft echt niet waar hij het had. Goreux stond pas voor de 7e keer in zijn carrière aan de aftrap van een eerste klasse wedstrijd. En dan is zo'n titelkraker tegen Anderlecht natuurlijk wel heel speciaal. In de eerste helft kwam hij echt niet uit de verf. In het stadion dacht zowat iedereen dat de jonge rechtermiddenvelder tijdens de rust vervangen zou worden. Maar Michel Predom laat hem staan en krijgt gelijk in de tweede helft. Goed werk van Gucci Onyewu en uitgerekend Goreux met een banaanvoorzet. Anderlecht verdedigt niet al te scherp en een Mbokani scoort in duikvlucht. Juas en Wasilewski gaan niet vrij uit. Sclessin staat echt op zijn kop. En ook de 2-0 begint bij dit kopstootje van Goreux. Een Mbokani net sterk genoeg om Jovanovic af te houden en de titel aan Luik te schenken. Goreux dus zwak in de eerste helft, maar bepalend in de tweede. En helemaal ongrijpbaar wordt hij pas na de wedstrijd.